De 30 miljoen Amerikaanse dollar die geleend is bij de International Development Bank, de IDB, zal deels worden geïnvesteerd in het onderwijs. Dit zegt onderwijsminister Marie Leevens. De bewindsvrouw benadrukt dat deze investering hard nodig is. Die 30 miljoen is niet alleen voor scholenbouw in het binnenland. Er worden wel 2 scholencomplexen gebouwd. En veel renovatie. Dus we gaan veel scholen renoveren. Maar het is maar een klein deel van de 30 miljoen die gaat naar scholenbouw. Het grootste deel gaat naar zeg maar speciaal onderwijs en naar onderwijs voor de hele kleintjes. Daar hebben we nieuw curriculum voor nodig. En het gaat naar secundair onderwijs, want de leerstof en de boeken op de MULO, die kennen jullie zelf ook wel, die zijn heel oud. En dus moeten we daar echt nieuw materiaal voor gaan ontwikkelen. En daar gaat het meeste geld naartoe. Leven zegt dat de leerkrachten bijgeschoold moeten worden als er nieuw materiaal wordt aangeschaft. De leerlingen zullen vaker toetsen moeten maken om te zien hoe ze met het nieuwe materiaal omgaan. Leven zegt, legt uit waarom leerkrachten die in het binnenland werken een andere toelage tegemoet kunnen zien. Suriname is heel groot, hè? En we vergeten dat we van het oosten tot het westen in het zuiden scholen hebben, tot bij de Braziliaanse grens. En wanneer mensen zo ver zijn, zijn ze een beetje op zichzelf aangewezen. Het is een ontbering en daarvoor krijgen ze een bepaalde toelage. Zij verdienen 1,5 maal hun salaris, dus 50% extra op hun salaris. En dat heeft niets te maken met het zichzelf beveiligen, maar wel ervoor zorgen dat ze voldoende voeding hebben. Dus voedselveiligheid, daar zorgen we dan wel voor. De veiligheid met betrekking tot de criminaliteit, dat is een grote vraag. De minister zegt dat het binnenland niet meer zo veilig is als toen. Er zijn gesprekken geweest met de justitiële autoriteiten om erop toe te zien dat de veiligheid gegarandeerd wordt. Hiervoor zullen er mensen worden opgeleid.